on by. Girls be looking like Debbie Fly. I pick to the beat, walking down the street in my new the freak, yeah. This is how I roll, animal print pants out control. It's Red Bull with the big ass fro, and like Bruce Lee, I got the clout, yeah. Girl, look at that body. Goedenavond, beste kijkers van Loes. Vandaag hebben we een hele bijzondere gast, Mike de Boer. Meneer de Boer. Zeg maar Mike, hoor. Okay, Mike. Ik zag je net door ons mooie dorpje wandelen en ik vroeg je of dat je tijd had voor een interview. Dankjewel dat je tijd wil maken voor ons interview. Ik heb altijd één vaste vraag. En ik vraag, en dat luidt, waarom wat volwassenen wouden worden toen ze 12 waren? Nou, toen ik 12 was, wist ik nog niet zo goed wat ik wou worden. Ik was dyslectisch en er waren nog niet heel veel van die hulpmiddelen. Dus ik kon nog niet heel ver ergens naartoe. Dus ben ik de tuinbouwschool gaan doen. Ik ben dus met mijn handen gaan werken, maar in de grond met mijn handen, dat was echt helemaal niks voor mij. Dus ben ik de juweliersopleiding gaan doen. En je weet wel, ik hou al een beetje van dat bling bling. Maar uiteindelijk ben ik toch de hotelbusiness ingegaan. Waarvan ik heb 10 jaar in de hotelbusiness gezeten, maar van 5 jaar in New York. 'S Avonds ging ik dan dansen in een discotheek. Dan ging ik vond het gewoon geweldig, die aandacht, al die mensen en die sfeer. Toch ben ik nog modeacademie gaan doen. Maar het bloed kruipt waar het niet aan kan, dus ben ik stylist geworden. Eerst was het vooral achter de schermen, maar uiteindelijk werd ik toch heel vaak gevraagd om voor de schermen mening te geven op tv. En zo ben ik een bekende Nederlander geworden. Wat een mooi verhaal. Maar waarom bent u een bekende Nederlander? Waarom bent u een S? Nou, ik zoek een feestlocatie voor mijn moedertje. Mijn moeder doet altijd zoveel voor mij. Dus wou ik ook iets voor haar terug doen. Dus ik zocht een zaal en een paar artiesten die wou optreden. Nou, ik liep hier door in een mooi dorpje. En toen zag ik de S. Ik dacht van, nou, dat ziet er wel mooi uit. Toen hoorde ik ook nog een heel mooie kapel spelen. De Knoetjes, ken je die? Jazeker dat ik die ken. Die spelen niet alleen van die kapelmuziek, maar van alles wat. Ja, dat hoorde ik nou ook. Dus ben ik naar binnen gegaan en heb ik gevraagd of dat ze op mijn moedertjes verjaardag wilden spelen. Ze zeiden meteen ja en we hebben meteen een datum geprikt. Zaterdag 15 december. Vind je dat nou niet super geweldig? Zeker vind ik dat super geweldig. En is het nou een besloten feest of mag iedereen komen? Nou, hoe meer zielen, hoe meer vreugde. Daarom vond ik het zo leuk dat je me uitnodigde voor dit interview. Kon ik meteen alle mensen vragen of dat ze op 15 december naar de S wilden komen. Nou, dan kunnen we deze uitzending dan mooi voor gebruiken. Nou, bij deze een open uitnodiging voor alle kijkers. Op zaterdag 15 december met de Knoesjes voor Mike's moedertje een feestje.